Ik was hier bijna niet geraakt, want de Jus de Quaremont ligt open. Maar het is toch gelukt en daar ben ik eerlijk gezegd wel heel blij mee. En ik heb dan ook nog een keer op een dak moeten klimmen. Ik sta hier boven op een bouwwerk dat je dat echt wel in het oog springt. Je kunt er eigenlijk niet naast kijken. Voor de eeuwigheid staat het verankerd in het landschap en ik heb hier een geweldig uitzicht op de toch wel schilderachtige omgeving. Het is echt genieten van het Weidse uitzicht en het natuurreservaat en natuurlijk ook de kerk hier. Ik ben toch wel een relatief goed bekende figuur hier in mijn gemeente. In het jeugdhuis kennen ze mij hopelijk als een joviale gast die af en toe toch wel een keer van feestjes houdt ook. Maar ja, die zijn er nu even niet. Nu, 2 jaar geleden hebben we hier wel een super feest gehad. Na weken van spanning werd ik de winnaar van een zeer populair tv-programma. Maar dat is niet zomaar gelukt door gewoon wat tequila te drinken op een tropisch strand. Nee, het was, al zeg ik het zelf, vooral door de tactiek, het inzicht, maar natuurlijk ook een beetje geluk. Dat moet er altijd bij. En jij kan misschien ook de gelukkige winnaar worden van dit filmpje. Weet u waar ik ben en heb je me ontmaskerd? Stuur dan uw antwoorden door via de website van Toerisme Leijenstreek. Veel succes!